Waterschapsbedrijf Limburg is dé duurzame producent van gezuiverd afvalwater. Daarnaast beheert het waterschapsbedrijf 149 gemalen. En hier doen ze iets bijzonders mee. Het is vrij uniek in de waterschapswereld. Wij zijn de enigen die op dit moment met deze zaken bezig zijn. Als een van de eerste laat waterschapsbedrijf Limburg geautomatiseerd gegevens van gemalen via sensoren doorsturen aan een centrale meldkamer. Dit betekent dat het waterschapsbedrijf storingen voor kan zijn en actief en preventief op onderhoud kan aansturen. In het kader van de samenwerking met de gemeente betekent dit dat de gemeente en de burger niet meer de storingen zelf hoeven door te geven. Deze automatisering wordt mogelijk gemaakt door LoRa, een nieuwe techniek binnen de ontwikkeling van Internet of Things. LoRa sluit al deze gemalen op elkaar aan en integreert de systemen. LoRa verbindt tegen hele lage kosten allerlei apparatuur met elkaar. LoRa is een betrouwbaar netwerk. Wij maken gebruik van KPN als provider. En KPN zorgt ervoor dat wij een stabiel netwerk ter beschikking hebben. LoRa staat voor Long Range Low Power en biedt een goedkoop en draadloos netwerk om gemalen op grote afstand te verbinden, ook in het buitengebied. Met name de koppeling van kleine gemalen is een doorbraak. De centrale regelkamer krijgt direct een signaal als er iets mankeert. Niet alleen storingen worden op deze manier snel inzichtelijk gemaakt, maar ook wordt er data verzameld om storingen in de toekomst te kunnen voorkomen. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is dit een heel belangrijke stap, zodat we in de toekomst snel en efficiënt op lage kosten data kunnen verzamelen om mogelijk problemen in de toekomst in kaart te brengen en te kunnen aanpakken. Daarmee gaan we rapporteren richting gemeentes, we gaan onze processen verbeteren en we gaan beter alarmmanagement toepassen. Preventief onderhoud kun je budgetteren, calamiteiten niet. Zet de kosten van preventief onderhoud eens af tegen die van ongewenste incidenten. Dat levert uw gemeente niet alleen forse besparingen op, maar ook minder ongemak en overlast.